En wat de naam is van die anderen, dat heb ik niet in een boek durven opschrijven, want dat was een geheim. Maar misschien is dat hier en daar wel uitgelekt. Maar ik praat er liever niet meer over. Ze hebben het een beetje gezellig houden, dat is een betaalbaar bunschoten. Ja, maar toen ben jij voor je eigen begonnen, zo gezegd. Ja, ja. Maar goed, dat is toch jouw basis geweest, ja. Dat is toch je fundament. We beginnen met een huis te bouwen en we beginnen met een fundament en voor jou was dat betaalde beurschoten. Klopt, en daarna ben ik heel blij en ik wil de kiezers best nog bedanken voor hun steun. We zijn gegroeid. Ik kom hier net aanfietsen naar de mandenmaker. Ja. Ik spreek iemand bij die Zuiderzee, die gaat wonen op ons belang. Hij zegt, Peter Jan, ik heb toch op de ChristenUnie gestemd. Ik zei, ja, dat begrijp ik ook wel, omdat dat iemand is die gewoon niet geïnteresseerd is in politiek, die van huis uit op de ChristenUnie stemt. Ja, ja, ja. En dat is een hele grote categorie mensen. En dan is het voor ons natuurlijk best wel moeilijk, en voor mij ook, om 5 jaar geleden met een nieuwe partij te beginnen. Nou, probeer maar eens kiezers te krijgen. En dan kan een jongen verder of een ander zeggen van dit of dat. Dan zeg ik, nou probeer eens in die gemeenteraad te komen met een eigen partij. Ja. En dan zeg ik, dat is me gelukt. Prima, ik geniet daar nog elke dag van. Ik doe het ook niet alleen. Maar het is voor mij veel moeilijker om met een eigen partij te beginnen. Om bijvoorbeeld of om 6e of 7e ChristenUnie raadslid te willen worden. En dan ook nog bijvoorbeeld daar wethouder te willen worden. Wat was aan jouw drive? Dan zit je met Magda op de bank. En je ziet dat BB afglijdt. Je wordt geraaieerd. Dat gaat allemaal al mis. En je zegt, ja, maar ik krijg nou het heen en weer. Ik ga voor mezelf. Ik mocht toen niet stoppen natuurlijk. Ik heb alleen die naam veranderd. In SVP. Alleen ik had toen nog geen mandaat van de kiezers. Maar ik ben wel blijven zitten en ik zei, ik ga met die SVP verder. Ik wil meedoen met de verkiezingen. En dan zullen we zien wie ze kiezen. En toen hebben ze Henk van der Meen en mij gekozen. Jullie twee mogen doorgaan. Ja. En BB, die kan de pot op. Ja. Zo is dat gebeurd in 2010, dan, heb ik het nu over. Ja, en dan ga jij richting Wilders. Nou, ik heb in 2009... Althans, het gedachtegoed, ja, hè? Zo praten we erover. Ik heb in januari volgens mij 2009 al een brief gestuurd en die is beantwoord door Richard de Mos. Die heeft nu gemeenteraadslid in Den Haag. Die heeft er nog netjes geantwoord. Mijn vraag was toen, kunnen we in Bunschoten niet een PVV-afdeling beginnen? Ja. Want de PVV die is een beetje aan het groeien. En als je nou landelijke afdelingen hebt of plaatselijke afdelingen, dat is alleen maar goed. Dan kun je dat geluid overal laten horen. Maar dat mocht toen niet. Maar toen heb ik al de wens op tafel gelegd, een PVV-lokaal. En die wens is nog steeds aanwezig en bekend. Bij de PVV in de provincie Utrecht heb ik goede contacten, ook omdat ik in dat klasje zit en met de fractievoorzitter. Alleen blijkbaar is er toch nog iets gebeurd ook de vorige keer dat men heeft gezegd, alleen in Almere en Den Haag gaan we meedoen. Maar ik vind het nog steeds heel erg jammer. Komt er in een over het algemeen christelijk dorp in Den Landen een PVV-afdeling voor? Zeg je, je moet naar Elburg of naar Uddel? Volendam is groot, maar ik weet niet hoe christelijk of Volendam is. Ja, katholiek. Ze hebben natuurlijk wel die boulevard die op zondag open is. Ja. Ik ben bang dat het hier ook zover komt. Maar die Volendam heeft een grote PVV-aanhang. In het zuiden, Rooms-Katholiek. Zijn wij daar toch, hebben wij een beeld naar buiten, dan moet je geen PVV willen beginnen. Nou, maar wat is dan PVV? Wat is de verkeerde aan een PVV? Ja, nee, maar dat je dus het gedachtegoed van Wilders, dat hij hier over de vloer komt en dat hij op Spuiplein op een kistje gaat staan. Ja, en gaat roepen van, hoe zit het hier met de moslims? Is maar één onderdeel van de PVV. Maar goed, dat is wel zijn imago. De PVV is ook voor een sobere overheid. Nou, dat, de hele provincie daar heb je nou net mazzel bij. Een provincielaag afschaffen, Europese Commissie. Allemaal baantje, meneer Frans Timmerman, die gaat daar nu ook weer met alle respect zijn zakken vullen. Want zo omschrijf ik het gewoon. Het is gewoon leuk voor zijn carrière. Maar ja, wat voor zin heeft het allemaal? Je moet in de circuit zitten. Ja, je zit in de circuit. Je moet in de circuit zitten en als je in de circuit zit, dan kom je erbij. Nou, dat zit ik niet. Dat is dan misschien helaas, maar... Ik wil toch even wat meer naar wat er nu in de wereld aan de gang is. Waar heel de wereld naartoe kijkt, heel de wereld angstig voor is, zijn die onthoofdingen. Dat zijn de oprukkende islamitische staat. Ja.
Dat zijn, nou eigenlijk zijn dat wel de grootste. En als ik jou nou dit vlaggetje laat zien. Ja. Obama, hè? Wat doet jou dat? Wat zeg Obama. Jij dan? Obama? Nou, daarvan vind ik ten eerste dat hij een beetje van twee walletjes eet. Hij zegt dat hij christen is. Maar aan de andere kant zegt hij ook dat hij moslim is. Maar volgens mij gaat dat niet samen. Hè? Het is het een of het ander. Voor de rest is dat natuurlijk de vlag van het land van de onbegrensde mogelijkheden. Ja. En ik ben er één keer geweest toen ik bij Loos & Technologies werkte. En dat is natuurlijk het symbool van de vrijheid. Dus... Obama komt en het is weer geregeld. Ze bestrijden de IS, ze gaan Syrië helpen, ze gaan de Koerden helpen. Ja. Ebola in Sierra Leone, in Liberia. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Misschien tijdelijk van een groepje extremisten. Maar ik denk dat als je het hebt over islam, ja. Of dat nou ISIS is. Nou, ik vind zelf van wel, als je het kijkt over wat of ze nou... doen en onze de teksten vanuit de Koran gewoon heel letterlijk nemen. En dat doen we nou niet op tafel allemaal te bespreken, maar ik heb het idee dat de PVV gewoon ook gewoon daarin gelijk heeft. En bij Brandpunt gisteren was dat blijkbaar toch ook een of andere professor die dat min of meer toch wel ook zo zei. Al is het natuurlijk niet echt fijn, ook voor de collega-politici, om iemand gelijk te geven. He, want dat gebeurt hier in het gemeentehuis ook niet. Ja. Maar er is wat gaande in West-Europa, over de hele wereld. En ik heb 5 jaar geleden aan een film gedraaid met de partij. En die titel was Islam What the West Needs to Know. He, wat het Westen moet wereld wat islam eigenlijk is. Daarom hebben wij ook die bibliotheek aangelegd met voorlichting. Dan denk ik, ja, wat je nu ziet bij ISIS, die nemen echt de woorden van Mohammed in de Koran letterlijk. En ik vind dat gewoon vreselijk. En dan zeg je, heb je daarin een hekel aan moslims? Absoluut niet. Want ik heb eerlijk medelijden met ze. Hè, dat ze zulke vreselijke dingen doen. En dan zeg je, ja, moet je die mensen, die andere mensen onthoofden? Moet je de doodstraf invoeren? Nou, er zijn hier racisten in het dorp genoeg. Die zeggen van, die moeten ook allemaal kapot gemaakt worden. Nou, zo ben ik dus niet. Hè. Ik heb ook geen pasklaar antwoord. Dat hoef ik niet te geven. Maar ik ben er ondertussen wel uit dat islam heel weinig goeds brengt in deze wereld. En ik hoor ook heel weinig getuigenissen van moslims die zeggen van, oh, wat ben ik nou blij met mijn godsdienst, of blij met mijn leer, of met mijn ideologie. En ik kom helemaal tot ontplooiing. Als je ziet zo'n meisje, ook, die is dan bijna ook aangerand door de Taliban, ja. Die wilde gewoon naar school. Ja. En als je het hebt over onderwijs en jezelf ontwikkelen en de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, die staat gewoon onder druk in het Mohammedanisme. Ja, en is het dan een religie? Is het een stroming? We hebben de Bijbel, we hebben de Koran. Nou, wat met islam aan de hand is dat je dus zeg maar zo'n 10% de elementen van een godsdienst bevat. En wat is het dan? Dat je gewoon naar een gebouw kunt gaan en daar een god kunt aanbidden. En kunt zingen, of wat of doen, of een collecte houden. Maar de andere 90%, dat is dat de islam ook invloed wil hebben op de inrichting van de samenleving. In de openbare ruimte. Hè, en over plekken in een bioscopen. Of ik wil behandeld worden door een ziekenhuis. Hoe vind je zulke dingen? Nou, ik vind er zijn mensen die associëren jou met de moslimbeweging. De moslimbeweging? Nou, nee, de gedachtegoed, bij het gedachtegoed. Nou, ik begrijp je vraag. Jij gaat regelmatig... treed je op in de raad. Ben Kok ooit is hier geweest. Jij roept uit naar buiten van Philip de Winter. Ja. Dus dat zijn allemaal associaties waarbij de naam Peter van Skoops naar voren komt. Ja, okay. Dus hangt hij dat aan of is het een christen? Beide. Ik vind dat een christen zeer zeker het gedachtegoed van de PVV, het anti-islam, standpunt daarin... Dat goed te combineren is. Als je het hebt over bijvoorbeeld goed onderzoeken wat er in die Koran staat en dat ik bijbels kan verantwoorden, dat de Koran niet naast de Bijbel in de Tweede Kamer hoeft te staan. Hè, en dat ik de islam en Mohammedanisme ziet als een soort opkomst van de antichrist, misschien wel een straf van God op West-Europa. En dat daar in mijn ogen veel te weinig ook over gepreekt wordt in de kerken.
dat dominees dat gewoon wijn niet durven te benoemen. Heb je wel aangeslingerd, hè? Dat heb ik ook aangeslingerd. Dat zeg ik tegen mijn eigen wijkpredikant ook. We hebben een hele leuke debatten gehad. Totdat hij zei, ik heb geen weerwoord meer. Ik zei, dat maakt niet uit. We mogen van gedachten wisselen. We hoeven het ook niet eens te worden. Maar als ik zie in Openbaringen, dat daar teksten staan over de zielen van de onthoofden. En dat er twee journalisten gewoon onthoofd worden. Dan denk ik, hoe actueel is de Bijbel? En wat gebeurt er in deze wereld? En hoe is die islam, gaat die tekeer? En of het nou Boko Haram is, of Al-Shabaab, ja, of Taliban. Ze zijn allemaal gebaseerd op de Koran. En dat is hun heilige boek. En ja, daarvan kun je zeggen, die moet worden afgeschaft. Of die haatteksten moeten eruit. Ik zeg, je hoeft helemaal niet worden afgeschaft. Je moet lezen wat erin zit. Wat erin staat. En docenten maatschappijleer of geschiedenis, die zouden het lef moeten hebben om objectief dat eens moeten bekijken. Maar ja, in zo'n wereld leven we niet. Peter Frans, sla de bladen op en het gaat alleen maar over IS. Het gaat alleen maar over wat Amerika daar wil doen. De MH17 is alweer iets weggeschoven. Ja. Ebola komt naar voren. Afrika. Afrikanen steken over naar Italië. Dat beheerst in één keer het nieuws. Nou, je hebt ook alleen wel dat een moeder in Engeland smeekt dat haar zoon vrijgelaten moet worden, omdat hij op het punt staat onthoofd te worden. Nou ja, goed, daarin zie je gewoon dat het niet zoveel bijdraagt aan... Twijfel jij dan wel eens aan jouw gedachten? Nee, ik twijfel. Ik word eerder in bevestigd dat wij uiteindelijk toch wel ook op zoek zijn naar de waarheid. Maar dat het christendom gewoon veel waardevoller is geweest door de eeuwen heen. Dan dat islam of hindoeïsme of weet ik wat allerlei andere dingen hebben bijgedragen. Gewoon ons onderwijs, ziekenhuizen, zijn allemaal gebaseerd op het christendom. Ja. Ik heb er ook twee boeken van over gelezen. Het is echt... natuurlijk zijn er wel eens dingen gebeurd en dan beginnen ze soms over die kruistochten. Ja, er waren ook stoute christenen. Natuurlijk zijn er dingen gebeurd die niet volgens de Bijbel waren. Ja. En die gevechten tussen de protestanten en Rooms-Katholieken in Noord-Ierland, dat natuurlijk verdient ook de schoonheidsprijs niet. Is dat van vandaag de dag dat zulke soort dingen bestaan? Dat stammen tegen elkaar worden ingezet, dat de Koerden in Syrië de grens overgaan met 100.000, nou, laten we zeggen 10.000 tegelijk. Ja, zijn wij mee bezig? Dat is wel van... Is dat het regime van Assad? Van alle tijden. Nou, als je het hebt over Assad... Daarvan zei ik dat nog wel meevalt. Wat valt er dan mee? De ruimte en de vrijheid die hij aan andersdenkenden heeft gegeven. Nou, dat is een alevit. Dat betekent dat het niet echt een orthodoxe moslim is. Maar een soort vrijdenker zou in de Vrijheidspartij kunnen bij ons. Dus die gaan niet naar de moskee en die doen niet aan dat vasten. Hoe heet het nou ook weer? Ramadan. Ja. Maar hij gaf christenen in Syrië meer ruimte dan wat ze dan rebellen noemen. He, die moslimbroederschap, ja, die is erop uit, samen met ISIS en al die andere groepen die de islam letterlijk nemen, om ongelovigen gewoon aan te pakken. En ze zijn bezig met een soort verbreiding van hun ruimte, van hun gebied op aarde. Wordt Nederland de islamitische staat? Dat weet ik niet. Ik ben er eigenlijk niet bang voor. Want, dat het wel is? Ik ben er niet bang voor dat gaat gebeuren... Als het gaat gebeuren, dan duurt het nog een hele tijd. Er zijn 6% moslims in Nederland, dacht ik. Ja, dus dat is natuurlijk een hele minderheid. Maar naarmate de boel een beetje aan het escaleren gaat op de wereld... en waarin ook andere politici nu ook dingetjes gaan zeggen van... we moeten die jihadstrijders oppakken. Ja, dat is een opdracht in de miljoenennota van de gemeente. Dan wil ik één ding zeggen. Ja. Ik vind één ding dan niet consequent van bijvoorbeeld meneer Buma van het CDA. Die zegt bijvoorbeeld van, nou ja, we moeten die jihadstrijders gaan aanpakken. Ja. Maar die jihadstrijders die worden geïnspireerd in de moskeeën. Waarvan meneer Buma zegt, laat er nog maar een moskee komen. Huh? Ja, dus dat vind ik, dat trekt dan één lijn en verbiedt dan ook gewoon die moskeeën. Geen nieuwe er meer bij. Maar dat is natuurlijk de afsplitsing van de moslimbeweging, jihadisme. Die zijn nog strakker en nog serieuzer in de moslimleer. Nou, iedere moslim moet jihad eigenlijk voeren. Dan zeggen ze wel eens, ja, er is een innerlijke jihad. Dus zoals je bijvoorbeeld hier in het christendom een geloofsbelijdenis doet... en dat je een vroom christen moet zijn en bijvoorbeeld aan zending moet gaan doen. Maar de uiterlijke jihad, dat is gewoon echt het wapen pakken. En ten strijde trekken. En dat gebeurt gewoon hier en daar. 280 nee, Nederlanders gaan richting Syrië. Ja. Komt er ook een handje vol terug. Ja. Hebben wij die hier in het dorp?
We hebben daar een vraag punt van gemaakt worden? Volgens de burgemeester zijn er geen tekenen die daarop wijzen. Hoe weet u dat? Omdat hij gesprekken voert met die islamitische groepering hier. Die eigenaar zijn van dat gebedshuis. En in huizen zijn ze wel? In huizen zijn ze wel. Ze zijn dichtbij. Dus het kan hier gebeuren. Maar ik heb zelf ook wel het idee dat het hier wel meevalt. Ik zie dus ook niet op straat moslims met lange jassen of met baarden of met petjes op. Die heb ik gewoon niet gezien. Zijn wij niet een vrijplaats dat het hier onderhuids is? Ik heb er geen niet goed, aan de oppervlakte komt? Ik heb er geen goed zicht op. Maar ik heb al wel eens aan een aantal journalisten gevraagd van... ga eens een keer met me mee en dan gaan we eens kijken in die gebedshuis vrijdag... wat of er gepreekt wordt. Of het wel Nederlandse taal is ten eerste. En wat of ze zeggen. Maar niet één journalist wil met me mee. Kan ook alleen gaan natuurlijk. Ja, goed, dat kan altijd. Ben jij bang voor de dood? Nou ja, kijk... Nee, ik ben niet bang voor de dood. Is er een leven hierna? Ja, ik geloof wel dat er een leven na de dood is. Al is het natuurlijk best wel moeilijk om dat concreet vorm te geven. Maar als je christen bent, dan weet je dat je hier op aarde rond mag lopen. Als een soort ontdekkingstocht, als pelgrimsreis. Maar dat de eindbestemming vaststaat en dat we... toch een nieuw leven krijgen en ook straks misschien ook gewoon ons werk hebben of ons groentetuintje. Ben je bang voor de dood? Nee, maar wel om bijvoorbeeld familiebanden los te laten. En als ik zelf iemand zou moeten verliezen, mijn vader en moeder heb ik nog, mijn kinderen, maar dan ben ik bang voor opstandigheid. Daar ben ik gevoelig voor, denk ik. Accepteren? Ja, je moet dat dan maar accepteren. En dan kun je met je hele vrome praatjes daar gaan staan van dit en dat. Hij is in de hemel. Maar ja, je moet dat wel kunnen blijven zeggen en blijven volharden. En daarin zelf ook niet het geloof verliezen. Al is het onredelijk soms, hè? Ja, onredelijk. De waarom-vraag wordt toch regelmatig gesteld? Menselijk, ja. Ja, dat jonge mensen overlijden. En dat is... Als je als ouders je kind naar het graf moet dragen, dat is verschrikkelijk. Dat kan ik nu wel zeggen, maar ik heb het niet meegemaakt. Maar het is gewoon niet voor te stellen. Maar het moet iets vreselijks zijn. Berust jij dan in het geloof? Ik hoop het wel, dat ik dan rust krijg. Maar ik omdat mijn geloofsleven nu gewoon ook wat zwakjes is, zal ik niet zeggen van... ik zal dan wel gesteund worden door God. Of ik ga dan als een... vroom christen verder. Dat zal moeten blijken hoe dat gaat. Want ik geloof ook dat er twee krachten aan de mens trekken. En dat is de kwade kracht die je van God en godsdienst wil aftrekken. En dat is de liefde van God die jou vast wil houden. En bij jou? Welke kant is nog prominent? Nou, ik ben wel overtuigd van de liefde van God die... ook richting mij persoonlijk is gegaan in het overlijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. En dat hoop ik toch wel vast te houden. Kan jij zonder geloof? Nou, dat zou je moeten uitproberen. Maar er zijn best wel dagen waarin ik gewoon nauwelijks bid. Maar in toch wel de status van het christen zijn er blijft. Maar dat is dan niet altijd te zien in uiterlijke vertoon of in godsdienstigheid of naar de kerk gaan. Ik wil zeggen, moet je daar iedere zondag voor naar de kerk? Of is het iets, is dat een gen? Is dat, ja, maar dat is van ook, jezelf? Dat is ook natuurlijk waarin wij hier opgevoed zijn, dat je trouw naar de kerk gaat. Maar ik zie de kerk breder. En ik doe wel eens dingen op zondag, dan ben ik bijvoorbeeld in gesprekken met andersdenkenden of met ongelovigen. En dan vind ik dat nuttiger. Dan in een kerk te gaan zitten met allemaal gelijkdenkenden. Ja. En dan denk ik wel eens het zout der aarde. Dat klit een beetje samen. En dan ga ik soms liever de wereld in. Want je zegt, er staat ook nog in de Bijbel dat het zout der aarde, je moet je licht laten schijnen. En dan vind ik het waardevoller en zinvoller om te getuigen van Jezus richting een ander. Dan dat je nou weer zo nodig in je eigen kerk twee keer moet gaan zitten of... En dan over dat besturen en geneuzel over liturgie, over welke liederen er worden gezongen en of er
ja, homofielen geaccepteerd moeten worden. Of dat de vrouw in het ambt moet. Nou, daarvan denk ik, wat zou de Heer Jezus daar eigenlijk van vinden? Hè? En dat wij ons daar zo druk over maken. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat Jezus de vloer aan zou vegen met bijvoorbeeld dat soort vergaderingen. Ik heb er een stukje van over geschreven op een mooie zondige dag. De christelijke reformeerde kerk, synoden, mannen in zwarte pakken kwamen naar buiten. Hadden ook vergaderd over een afvaardiging naar Australië, want dat mocht niet, want er mochten geen vrouwen. En dan denk ik, man, als de Jezus tijdens die vergadering daar zat, dan zou hij ze volgens mij allemaal naar buiten jagen. De wereld in jullie. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd. Veroordeel je daar de heel populaire Zwarte Kousenkerk mee? Nee hoor, ik veroordeel eigenlijk niemand. En je hebt ook gesprekken gehad met meneer Henk de Vroeger. Die lijkt daar wel een beetje op misschien in zijn denken. En ik vind eerder dat ik medelijden heb met mensen die zo zwaarmoedig door het leven gaan. En we waren ook een keer in zo'n oud-gereformeerde gemeente aan het avondmaal. En toen mogen we misschien nog een kruimeltje meepikken. Dan denk ik, man... ben je niet, doe je God niet tekort en hij wil zijn heil over de mens uitgieten en jij wil het niet aanpakken. Wij mogen een groot stuk brood tot ons nemen met het avondmaal en dat is daar hoef je toch niet ook bang voor te zijn en schroom. Zo kan ik het geloof dus, dat zou ik niet kunnen beleven, nee, door zwaarmoedig door het leven te gaan. Je had ook dominee kunnen worden, Peter Frans. Ja, ik heb ook wel eens gesprekken gehad met dominee Mostert hier destijds, een aantal jaren geleden. En toen heb ik dit wel eens overwogen. Achteraf zeg ik, ja, dat ook heeft kunnen gebeuren. Ik zou dat nu denk ik niet meer doen. Nee? Nee, nee. Want jij zit daar toch redelijk strak in. Niet in de zin van, nou, er is niks anders. Dat is gewoon je overtuiging. Zo leef jij. Ja, nou, ik zie het gewoon het christendom, dat vind ik gewoon waardevol en daar wil ik gewoon naar leven. En ik zie daar de hele goede dingen, dat is het omzien naar de naasten en naar de mensen in nood en zieken. En dat is gewoon de praktische christendom, dat spreekt mij aan. En of je daar nou zonder kunt. Ik vind ook christelijke begrafenissen erg waardevol, hoe verdrietig het soms ook is. Maar ik vind het... Eén element fijn om daar te zijn. Om ook te zien van het leven stopt hier wel, maar het gaat toch ook door. En dan kun je vanuit een christelijke begrafenis toch een fijner gevoel overhouden dan bijvoorbeeld een crematie. Heb ik ook een paar keer meegemaakt. En dan denk ik, ja, het is zo kil en zo koeltjes. Ja, wat blijft er over? Ja. Er is niks na de dood of... We nemen een slok. Ik heb ook één keer een borrel genomen op iemand zijn... Dat is een beetje een modetrend, hè? Ja, ja. Zo dat heeft dus, hij of zij het gewild. Ja, het was toen een vrouw en dat was ook een hele lieve vrouw. Maar ik heb heel veel mensen die ook wel eens ontmoet, ook op vakantiekringen. En die zijn aan het zoeken. Dan moeten we nou New Age of Reiki of Hindoeïsme. En heel veel mensen zijn aan het zoeken. Ja. Maar ik zoek eigenlijk niet verder. Ik heb gewoon ook de Heer Jezus leren kennen. Dat klinkt allemaal weer heel vroom, maar ik heb geen behoefte om wat anders te zoeken. Hoe zit je dan met de paus? Ja, de paus, dat is misschien... Niemand die kun je nog gaan bekijken. Nee, maar dat vind ik persoonsverheerlijking. En nee, ik vind het best wel dat wij overeenkomsten hebben, ook met Rooms katholieke gelovigen, of hoe ze zich ook verder noemen. Nee, maar ik ga niet naar Lourdes of naar dat water of Maria vereren. Dat doe ik niet. Nee. Jij wel? Nee, maar dat gaat puur uit interesse. Ik ben wel in Lourdes geweest. Ja. Maar dat is gewoon op basis van nieuwsgierigheid. Zo eerlijk is het ook. Ja, nou, soms heb ik wat gebeurt daar? Wat gebeurt er? Nou, en heb je wel eens je twijfel, en ik ook. Maar gisteren heb ik wat gelezen over bijna doodervaringen. En dan denk je, ja, wat is dat precies? Hè? Je hoort dat wel eens. Maar dan vind ik het toch weer ook een... dat het jou echt ook een goed gevoel geeft van... Nou, je zit op het goede spoor en er is wat na de dood. Het is toch niet zo dat jij dan helemaal je emotie kunt uitschakelen als er iemand in je omgeving is overleden en dat je dan, laten we zeggen, geen zakdoek nodig hebt? Nee. Dat je er zoveel troost bij vindt? Ik jank. Ik heb één keer een begrafenis meegemaakt van een, ik zal zijn naam niet noemen, maar hij verloor zijn vrouw en hij stond heel koeltjes een afscheidswoordje te nemen, zo zakelijk. Dat had ik nooit gekund. Ik had gewoon staan janken. Maar je vindt ook dat dat moet kunnen?
Of dat ieder, nou moet ik zeggen, ieder moet dat ja, voor zichzelf weten. Ik was verbaasd dat hij zo koeltjes een soort referaatje stond te houden. De eigen man. En, ik zou dat niet kunnen, maar ik veroordeel dat niet, maar ik begrijp het niet.